toernooi in Tokio volgende maand in oktober. Dat heet dan de Japanse Open. En aan het begin van het jaar kennen we de Pan Pacific Open. Ook een toernooi dat dus in Tokio wordt afgewerkt. Populaire stad voor wat betreft tennis. Mensen houden in Japan van deze sport. Arantxa Sanchez Vicario deed het op tegen Jelena Dokic. En de Spaanse zal beginnen met serveren. Nummer 11 van de wereld, deze Jelena Dokic, in derde geplaatst in het toernooi. Sanchez, nummer 19 van de huidige wereldranglijst. Lange slagenwisselingen. Beide speelsters opereren vanuit het achterveld. Dokic is degene van de twee die graag als de bal wat korter komt, het initiatief neemt, aanvalt. Wat vlakker ook speelt. Maar de ervaring en de sluwheid zit aan de andere kant van het net. En zo gaat de openingsgame naar Arantxa Sanchez Vicario. En gaat Jelena Dokic voor de eerste maal opslaan. Dokic vindt zich op haar hoogste plek op de wereldranglijst op dit moment. Net buiten de top 10 dus. Ja, ze houdt van tempo in de wedstrijd. Dokic wil niet te lang wachten op ballen. Wil toch proberen achter elkaar door te spelen. Mooi gespreid. Daar laat ze Sanchez Vicario voor het eerst wat meer lopen. Staat wat verder naar de zijkant van de baan klaar. Dokic, een metertje of twee uit het midden. Wat meer een hoek te kunnen maken met het opslaan van de bal. En daar hebben we de eerste dubbele fout. Van de Joegoslavische. Serveert aan die kant tegen de zon in. Oh.
En dan zijn er meteen al aan het begin van de wedstrijd breekkansen voor Arantxa Sánchez Vicario. Sánchez kijkt daar nog even naar de lijn waar die bal landde van Dokic, of daar in de buurt gebeurde dat. We zijn weer terug bij 40 gelijk. Dokic wint toch haar service game, ondanks dat ene breakpunt tegen. Zo is het één gelijk. Toernooi dat enigszins gedevalueerd is, als je het zo mag zeggen, omdat drie Amerikaanse speelsters besloten niet te komen. Jennifer Capriati, Serena Williams en Monica Seles wilden niet in een vliegtuig stappen na de verschrikkelijke ramp in Amerika. Hadden zich natuurlijk zeg maar vorig weekend hier zo'n beetje moeten melden. En toen speelde dat gebeuren in Amerika nog volop. Ik kan me dat overigens ook goed voorstellen. Prachtig stuurwerk van de kant van Sánchez Vicario. Mooie lengte ook in haar slagen. Ziet dat Dokic daar toch zo'n metertje of twee achter de achterlijn zich moet verplaatsen. Als het op lange slagenwisselingen aankomt, vastheid, dan is op dit moment de Spaanse de betere. Kan dat als geen ander. De tegenstander tergen met lange slagenwisselingen. En toch plaatsen de bal dan fraai. Service is niet haar sterkste wapen van Sánchez Vicario, maar ook die plaatsen uitstekend.
Slim gezien, want Dokic beweegt uitstekend van links naar rechts in het achterveld. Maar dat instarten naar voren, dat wil nog wel eens een probleempje opleveren. De bal is uit. En de derde game van de eerste set is voor Arantxa Sánchez Vicario. Ze behoudt haar service game. En ze leidt dus met 2-1 in de eerste set. We gaan er heel even uit. Arantxa Sánchez Vicario leidt met 2-1 in de eerste set. En Jelena Dokic gaat op slaan. Ze is toch op dit moment van de twee fractie beter dan haar tegenstandster. Dus de betere van de twee, zo moet ik het zeggen. De eerste ace is dat van Dokic. Die overigens ook al twee dubbele fouten heeft geslagen. Sánchez had een breakkans in de tweede game. De opslag van de Joegoslavische benutte hem niet. Nou, dat gaat aanzienlijk vlotter dan bij die vorige opslagbeurt. En daar stuurt ze Sánchez Vicario de verkeerde kant op. Voorhand van binnen naar buiten. Veel spelers en speelsters met een sterke voorhand. Die slaan die bal het liefst. 40-0. Ja, en nu ziet het er toch maar uit dat Jelena Dokic uit een wat andere fase gaat tappen. Twee gelijk. Vechtersbaas, deze 18-jarige Joegoslavische, geboren in Belgrado. Daar woont ze op dit moment ook weer. Heeft een aantal jaren met haar familie in Australië gewoond, maar daar beviel het de familie niet. Zijn dus weer terug gegaan naar het geboorteland. Ja, Sánchez doet het loopwerk op dit moment. Dokic gebruikt daar ook de korte hoek. Wat kortere hoek. En nu toch ook een foutje van de Spaanse. Dit jaar haar meest aansprekende resultaten op gravel haalde. Twee toernooi zegens in Puerto Madrid. Ook in Emilia Island halve finale. En drie kwartfinales in Hamburg, Berlijn en Rome. Alle drie gravel toernooien. Daarnaast heeft ze ook een aantal keer in tweede, derde ronde. Zelfs een flinke aantal keer in eerste rondes verloren.
Jelena Dokic is bezig om grip te krijgen op het spel van de Spaanse. Maakt weinig fouten. Sanchez. Ja, daar blijft niet anders over voor haar dan toch de bal terugspelen op dit moment. Breekkans voor Dokic. En dat gebeurt. Zij breekt toch als eerste in de eerste set. En leidt met 3-2. De finale van het toernooi van Tokio, daar zijn we mee bezig. Tussen Jelena Dokic en Arantxa Sánchez Vicario. En Dokic staat met 3-2 voor in de eerste set. Voor het eerste staat ze op een voorsprong. Brak zojuist de service van de Spaanse. En serveert nu zelf. Toch al een aantal keer nu voorgekomen dat ze Sanchez daar volledig op het verkeerde been zet. Even wachten. En dan gaat die bal langs de lijn. Sanchez was onderweg naar het midden van de baan. Voor de tweede maal. Backhand langs de lijn. Dat scheelt enorm. Als je eenmaal die slag in stelling kunt brengen, wordt het veld in één keer veel groter in wezen. Althans vanuit het perspectief van de ander, van de tegenstander gezien. Je moet veel meer loopwerk gaan verrichten. Is het voor Jelena Dokic, die op dit moment heel goed speelt. Volgens mij is dit moeder Dokic, als ik het wel heb. Liliana. Vader Dokic Damir is de coach van Jelena. Maar die heb ik nog niet gezien. Dan is er ook nog een kleiner broertje. Van een jaar of 7. De hele familie reist meestal mee. Alhoewel natuurlijk die kleine jongen naar school moet, denk ik, ineens. Ja, dat kan ze nog steeds. Snel met de benen, handig. Met die rechterarm. Die snelle rechterarm. Ze koos steeds de goede kant, Sanchez. Ook dat is de kwaliteit van de Spaanse. Het anticiperen. Zien
Wat de ander doet, het lezen van het spel van de tegenstander. Maar hier kwam ze toch iets te kort. Daar heeft ze een abonnement opgenomen, die backhand langs de lijn. Deze was buitengewoon scherp ook nog geplaatst. Dat valt niet meer te belopen. Daar bofte Sanchez mee. Nam risico door op die schuine bal op te lopen. En weer, klein beetje pech. Ze zat erbij, Sanchez. Duw. 40 gelijk. Alles uit. En opnieuw is er een breakkans voor Dokic. Een dubbele break voorkomen. Sanchez in de bezit van 4 Grand Slam titels. Op de Open Franse kampioenschappen 3 maal, laatste keer 1998. En ook ons in Amerika. De Open Amerikaanse kampioenschappen. Dat was in 1994. In 1989 won ze die eerste Franse titel. Het jong meisje van 17 jaar. Hetzelfde jaar dat Michael Chang dat toernooi won bij de mannen. Ook had hij die leeftijd toen. Ja, bal te kort en dan is er geen houden meer aan. Tweede breekkans voor Dokic. Sanchez weet natuurlijk dat deze game voor haar bijzonder belangrijk is. Kan dan op die breekpunten haar niveau net iets omhoog brengen. Die bal landt bovenop de lijn. Zo zal ze echt moeten spelen tegen Dokic om de punten binnen te halen. Met wat meer spreiding. Zodat de Joegoslavische grotere afstanden moet afleggen. En scherper naar de zijlijnen toe. Maar goed, dat brengt natuurlijk toch ook risico met zich mee. Die is dan net uit. Sorry.
Sanchez wint toch de game. En daar is ze erg blij mee, zo te zien. Twee breekkansen zaten erin voor Tokic. 4-3 is het voor de Joegoslaviërs in de eerste set. 4-3 staat het hier voor Jelena Tokic in de eerste set. Staat al een break voor, gaat zelf serveren. Had daar net kansen om een dubbele break zelfs voor te komen in deze opening set. Maar benutte die niet. Speelt op dit moment beter dan Arantxa Sánchez Vicario. Die maakt ook van de twee toch de meeste fouten. Geweldig. Ook toch verrassend dat ze deze bal uitkoos om scorend te spelen. Over de hoge kant van het net. Ze durft te spelen, deze 18-jarige Joegoslavische. Dat is altijd leuk voor de kijkers, voor de toeschouwers. Ze neemt risico. Maar toch altijd wel redelijk gecalculeerd risico. Oh, oh. Tempo ligt behoorlijk hoog. Tempo dat wordt gedicteerd door deze speelster. Voor Tokic. Tweede love game van de eerste set. En het is 5-3. Toyota Princess Cup. In Tokio. Sanchez Vicario gaat serveren. Moet zien om middels die opslagbeurt in de eerste set te blijven. Staat daar aan de zeg maar lastigste kant van de baan. Met de zon in het gezicht. Voormalig nummer 1 van de wereld, Sanchez Vicario. Gebeurde in 1995. Een aantal keren in dat jaar. Sanchez Vicario is overigens ook een van de vier speelsters die zowel de eerste positie van de enkelspel wereldranglijst als ook die van de dubbelspel wereldranglijst heeft gestaan. Ja, dat gaat toch soms iets te snel. Het is alsof die bal wat doorschiet. Wordt op een behoorlijk snelle baan gespeeld. Er zit veel vaart in die bal. Sanchez heeft daar moeite mee. Maar het is toch 30-15 nog. Prachtig gezicht. Deze
langzame opname. Kijk eens hoe mooi ze die ogen op de bal gericht houdt. Lichaam stil. Dat is een superbal van Sanchez. Heel slim gespeeld. De tweede keer dat ze scoort. Het punt scoort via zo'n dropshot. En ze komt terug tot 5-4. Met Dokić zo meteen aan service. Dan kan ze die eerste set gaan uitserveren. Dokić staat knap te spelen. Maakt verhoudingsgewijs weinig fouten. En heeft het initiatief. Bepaalt het tempo, spreidt beter dan Sanchez Vicario en heeft ook een behoorlijke lengte in haar slagen. We hebben een aantal keer gezien dat die backhand langs de lijn op belangrijke momenten goed doorkwam. Je ziet ook dat het aardig druk is op de tribunes hier in Tokio. Zoals eerder gezegd, het Japanse publiek houdt van tennis. Er worden ook mannentoernooien gehouden in Japan. Deze week is er het toernooi van Shanghai. Vijf hier is de stand hier in de eerste set in het voordeel van Jelena Dokić. En zij gaat zelf opslaan, kan dus die eerste set gaan uitserveren. Zetpunten nu voor Jelena Dokić. Prachtige snel genomen backhand, dit keer schuin geslagen. En de eerste set gaat dus met 6-4, tot grote blijdschap natuurlijk van moeders Liliana Dokić naar de Joegoslavische. Knap gespeeld. Sanchez lijkt niet helemaal te weten hoe ze haar tegenstander moet bespelen. Ze beweegt goed en mentaliteit is er zoals die er altijd is. Uitstekende wedstrijdmentaliteit van deze Joegoslavische. We gaan er toch heel even uit. Graag tot zo. We beginnen aan de tweede set. De eerste set ging zojuist met 6-4 naar deze Jelena Dokić. En Arantxa Sanchez Vicario staat klaar om te gaan serveren. En ze neemt meteen weer het initiatief. Deze bal komt wat korter, stapt een paar pasjes naar voren.
jaagt hem de hoek in. Oh, wat slim. Sanchez kropt daar iets dichter op het net. Verwachtte de lob niet. Dokic had het in de smissen. En krijgt hier meteen al breekkansen in de openingsgame van de tweede set. Ze wint de eerste game. Jelena Dokic. 6-4-1-0. Deelt daar toch Sanchez meteen al een aardige mentale klap uit. Geen enkele korte bal is meer veilig voor de Joegoslavische op dit moment. Dik een half uur nu gespeeld. Dokic gaat opslaan. Sanchez speelde haar 700ste wedstrijd in Miami, het toernooi van Miami, dit jaar. Ongelooflijk lange carrière van dus 16 jaar. Ja, en Dokic, die lijkt geen bal meer te kunnen missen. Maar nogmaals, die ballen van Sanchez die landen daar allemaal in de buurt van de servicelijn. Dus halverwege de baan. Dat is te kort. Speelt daarmee de Joegoslavische behoorlijk in de kaart. Daar weer. Nou, en dan mist hem. Maar het is toch een vorm van prijsschieten voor deze speelster. Derde ace van de wedstrijd. Is dat een idee om wat in te komen naar het net? Ziet dat ze even uit haar ooghoek kijkt. Ik denk naar haar coach en broer Emilio.
prachtig hoor. Alsof er een lineaaltje langs ligt. Zo scherp, zo recht. Als ze die bal langs de lijn speelt. Zowel aan de voorhand als backhand kant. Dat betekent dat als de Spaanse eventjes blijft hangen in een hoek, dat dit gevaar dus om de hoek loert. 2-0 voor Jelena Dokic in de tweede set. Ja, de eerste keer dat Dokic scoort met de korte bal. Zelfs is tweemaal verschalkt door Sanchez. Slaat die bal alleen maar eigenlijk met de backhand. Laat dan één handje los. Ja, dat kan ze toch heel goed hoor. Het is niet voor niets die 61 dubbeltitels op haar naam staan. Inkomen of oplopen, inlopen, oplopen. Ze beschikt ook over het inzicht, weet dus precies wanneer ze dat moet doen in de slagenwisseling. Op zich geen gek idee. 30-15. Ja, wat hoger opspringende bal. Vandaar dat dit mogelijk werd. Er zit effect aan. Ze raakte hem op, zeg maar, borsthoogte. Het zijn van die situaties waarvan je weet en waaraan je kunt zien dat dat tot in de treuren is geoefend op de trainingsbaan. Ja, die is net uit. En zo komt Sanchez toch aan een game in de tweede set. Haar eigen service game. En leidt Jelena Dokic met 2-1. Wij gaan even pauzeren. Graag tot zo. Sanchez Vicario staat bij 2-1 achter in de tweede set. Jelena Dokic gaat opslaan. Die brak al de opslag van deze Spaans in de openingsgame. En won de eerste met 6-4. Het gaat om de finale van het vrouwentoernooi in Tokio, de Toyota Princess Cup. Nou, dat gaat dan net fout, maar Sanchez wordt dat toch aardig over die baan gemasseerd. Ze blijft hameren daar op de voorhandhoek van Sanchez. Spaanse heeft de neiging om wat meer aan die linkerkant van de baan klaar te staan. Daar gaat ze ook iedere keer met het voetenwerk naar op zoek. Dat betekent dan automatisch dat die rechterkant, dus die voorhandkant van de baan, wat open ligt. Sanchez voelt zich bepaald niet als een vis in het water. Het omgekeerde eerder. Want meestal is zij degene die de ander laat lopen. En nu
moet ze toch de slachtofferrol maar eens even wat zwaarder te formuleren, accepteren. Dat is de derde dubbele fout. Daar staan op dit moment ook drie aces tegenover. Grappig om te zien vanuit die lage camerapositie daar achter Sanchez hoe Dokic daar wat verder naar buiten klaar staat. Ja, koekje van eigen deeg natuurlijk. Was iets te doorzichtig. Nou, breekkans weg. Tweede breekkans voor Sanchez was dat. Tweede van de wedstrijd. En nog eentje. Ze had er eentje in de tweede game van de eerste set. Daarna ging Dokic beter spelen. Schitterend gelopen, goed gezien. Ze is ook erg fit hoor, deze 18-jarige Joegoslavische. En bereid om achter alles aan te gaan. Nu op voordeel. Ja, en zo is het dan toch 3-1. Belangrijke game. Hier had Sanchez toch de gelegenheid om stand gelijk te trekken. Zich weer in de wedstrijd te werken. Dokic ging op tijd iets beter spelen. Knappe bal hoor, want ze kijkt daar behoorlijk in de zon.
Knappe service van Sanchez, die laatste. Mooi naar buiten gehoekt. En ze komt één game terug naar 3-2. Met Dokic nog steeds aan de leiding en nog steeds met de break op zak in de tweede set. En wij gaan even naar wat commerciële berichten, terwijl daar de fysiotherapeut op de baan komt. Voor Jelena Dokic, deze finale van het vrouwentoernooi van Tokio. Ze staat klaar om te gaan serveren. We horen wat gekreun en gesteun van de kant van de Spaanse. De kunst is natuurlijk nu toch voor deze jonge Joegoslaviërs om te blijven doen wat ze heeft gedaan tot nu toe. Halverwege de tweede set lonkt natuurlijk toch al een klein beetje de overwinning. Maar daar mag je nog niet mee bezig zijn. Niet te snel willen, dat is toch belangrijk. Ja, prachtig. Toch weer gewacht op de kans. Alhoewel, ik vond dit toch een gedurfde onderneming. Kon wel hoor. Die bal kwam vrij diep in haar veld. Maar ze maakt daar prachtige ruimte. Om hem vol voor het lichaam te raken. En zo is het 4-2 voor Jelena Dokic in de tweede set. Ik hoor een voetfout voor Sanchez. De tweede van de wedstrijd is dat. En Dokic kruipt iets naar voren. Ja, hij wordt ingegeven, deze bal. Er zat wat zijwaarts effect ook in. Hij draaide weg van de baan. Maar viel dus blijkbaar toch nog net de rand van die zijlijn. Dat is hier helaas niet te zien. Ja, en ze voert de druk nog op. Dat is knap. 0-40. Drie kansen naar 5-2 uit te lopen. Ja, dat doet ze. Een love game zelfs. Op de service van Arantxa Sanchez. En het is nu... stadion in Tokio bij deze finale van de Toyota Princess Cup. 5-2 is het in de tweede set voor deze Jelena Dokic, die hier serveert voor de winst in de wedstrijd. Haar tweede titel in haar carrière.
En ze is meedogenloos. Laat nauwelijks een punt meer liggen. Daarnet via een love game de opslag van Sanchez Vicario voor de tweede maal in deze tweede set. Gelijk. Dan wordt het toch nog een klein beetje spannend. Ja, daar wordt ingegrepen door de scheidsrechter. De tweede opslag wordt ingegeven. Mag het hele punt worden overgespeeld. De eerste service opnieuw dus. Oh, was die uit? Sanchez dacht van wel. Maar zo lost het dan op. Dan krijgt de lijnrechter naar achter, die lijn in de gaten moet houden, niet al te vriendelijke blik toegeworpen. Breekkans nu voor Sanchez. Gespeeld. Twee keer dezelfde hoek. En een tweede breekkans. Sanchez. Ja, dit zijn echt enorme klappen hoor. Snel genomen, enorm versneld, vlak. Er zit dus veel vaart aan de bal. Weinig effect. Zie je hem ook bijna niet aankomen. Derde kans voor Sanchez om te breken. En weer laat Dokic dat niet toe. De vijfde ace van... Nee, de vierde ace, pardon, van de wedstrijd.
Dat is natuurlijk de oplossing, tenminste bij deze bal, want daar stond ze toch heel dicht bij het net. Sanchez koos daar opnieuw de goede hoek bij die eerste smash. Matchpoint nu voor Dokic. En we hebben alles in. En zo wint Jelena Dokic hier haar tweede titel dit jaar en ook in haar carrière. Door van Arantxa Sanchez te winnen met 6-4 en 6-2. Knappe overwinning van deze pas 18-jarige Joegoslavische. En daar haar moeder Liliana ook heel blij met deze prachtige overwinning. Ja, het begon eigenlijk zeg maar na een paar games in de eerste set duidelijk te worden dat Dokic de wedstrijd naar zich toe aan het trekken was. Ze begon een tempo hoger te spelen. Ze maakte minder fouten dan haar tegenstandster. En Sanchez kreeg eigenlijk heel weinig grip meer op de wedstrijd vanaf dat moment. En wij blijven nog even bij deze dames, omdat ze u nog wat beelden willen laten zien van gesprekjes gevoerd met de speelsters gisteren. Dus voor aanvang van deze wedstrijd, voordat deze wedstrijd werd gespeeld. Sanchez toch knap weer in de finale van dit toernooi. Haar derde finale van dit jaar, 2 toernooizegens in Porto en Madrid. Maar vandaag mocht het dus niet zo zijn. Dokic won in Rome al dit jaar op Italiaanse kampioenschap op gravel en dan dit toernooi op hardcourt. En dat zal zeker ten goede gaan komen aan haar ranking. Staat nu op de 11e plaats van de wereldranglijst. Het zou kunnen dat ze richting top 10 gaat. En wij gaan dan toch even luisteren, dus zoals gezegd, naar interviews met Sanchez en Dokic. Akatsuya Shiko, 常務取締役より 優勝者に Toyota Princess Cup. Eerste prijsuitreiking. Our champion will receive the Toyota Princess Cup and our runner-up will receive the second place cup from Mr. Yasuhiko Fukatsu, member of the board and managing director of Toyota Motor Corporation. Nou, die meneer is heel hoog in de Toyota-organisatie van de auto's, u weet het wel. Zit in de directie. De Toyota Princess Cup, zoals deze trofee heet. Elena Dokic-senshu ni speech o negai itashimasu. First of all, I'd like to congratulate Arantxa for getting to the finals. Feliciteren this week and voor goed toernooi. I'm sure you'll play many more finals you already have. So well done. En je hebt natuurlijk al heel veel finales gespeeld. Mazuwa Sanchez senshu ni omedetou gozaimasu to otsudai shitai to omoimasu. Totemo ii play deshita desu ne. I'd also like to thank Mr. Tanaka, the tournament director. Meneer Tanaka wordt bedankt, de toernooidirecteur. Mr. Nobuo Ariyoshi en moeilijke naam natuurlijk. As well. The Toyota. Wat andere heren worden bedankt. De sponsors, de televisie. And I'd like to thank everyone that makes it possible. The umpires, lines people. Dan worden de scheidsrechters, de ballenkinderen. Everyone that makes this tournament genoemd. Possible. En iedereen die het toernooi heeft mogelijk gemaakt. Waar moet dat vertaald worden in het Japans? Also, I would like to thank my mom, who is here. Mijn moeder wordt bedankt, Liliana. We hebben haar al een aantal keer gezien. For all their support, I'd especially like to thank the Japanese fans and everyone who comes to support this tournament, because I know it's grown over the years, and you know, I'd really like to thank you for all your support, and hopefully I'll be back next year to defend my title. Arigato. Ja, en dan zegt ze nog even in het Japans bedankt. Ze bedankt met name ook de Japanse fans die hier zijn gekomen om te kijken. En ze hoopt volgend jaar terug te komen haar titel te verdedigen. Je ziet ondertussen onze andere uitzendingen voorbij komen. Met op dinsdag om 6:30 rechtstreeks beelden van het vrouwentoernooi in Leipzig. En dan zijn we daar de hele week bij
met beelden van dat toernooi. 続きまして、準優勝いたしましたアランチャ・サンチェス・ビカリオ選手、お願いいたします。En dan wordt de verliezende finaliste aangekondigd. Well, first of all, I'd like to congratulate Elena for a great tournament. Gefeliciteerd aan Elena, Jelena. For me, I do have to get a lot of energy going the three matches, but today I kind of, you know, my gear went off, so it was kind of tough to play against somebody like hit so hard. But I give my best and. I actually, you know, looking forward, you know, for this match and hopefully next time, you know, I can do better. Nou, zij zegt het heeft me veel energie gekost dit toernooi. Dat klopt ook, want ze heeft twee hele lange partijen gespeeld. Tegen Sylvia Talaya in de tweede ronde en tegen Sandrine Testu in de derde ronde. Maar ze zegt, ik heb mijn best gedaan, beter kon ik vandaag niet. Ik wil ook de sponsor Toyota en MTV voor een great tournament. De tournament director. Ik ben coming to Japan for many years and. I actually feel kind of like at home. I just want to thank the Japanese crowd for supporting me and, you know, for my career over the years. And hopefully they keep enjoy watching me play. And thanks all of you for coming. And I can hopefully come back next year. And I also want to thank Giselle, my physical trainer, and my coach Antonio for the great support during all these, you know, 2 months of tournaments. And I look forward to continue like this. And you know. Next year come back and you know be back again on the top. Nou, dat was een hele riedel van Arantxa Sánchez Vicario. Ze zegt, ik kom hier al heel lang. Nadat ze overigens eerst de sponsors en de televisie bedankte. Het voelt als thuis. Japanse fans werden bedankt. En ze zegt, ik heb hier veel gespeeld in mijn carrière. Ik hoop volgend jaar terug te komen. En dan gaf ze nog een speciaal bedankje aan haar coach en haar conditietrainer. Die haar hebben begeleid deze week in Tokio. En dat werd natuurlijk ook weer heel keurig in het Japans vertaald. Jelena Dokic dus wint hier haar tweede titel in haar carrière. En haar tweede titel ook van dit jaar. Sánchez Vicario, de runner-up. 6-4 en 6-2 was de uitslag van deze partij. Goed, dit zijn de laatste beelden. Ik dank u hartelijk voor het kijken. Het is nog een hele mooie dag. En wat mij betreft heel graag. Tot een andere keer.